Allemaal hartelijk welkom bij alweer een video over lezen graveren en weer over de Ortor Laser Master 3. Niet zozeer over de laser zelf dit keer, maar wat ik geleerd heb met de Ortor Laser Master 2 was wel dat wat heel belangrijk is een stevig werkbed waarop de laser stevig vaststaat, mogelijkheid ook om hem te verhogen met speciaal in mijn geval 3D geprinte razors voor deze laser. En natuurlijk ook op dat werkbed een gelaserd raster, zodat je weet wat waar is en al dat soort zaken meer. Dan moet er op dat laserbed ook de Comgro-omkasting worden gemaakt. En ik ga dus dat hele bed ga ik maken. Een paar dingen waar ik rekening mee dien te houden is dat zeg maar die Laser Master 3 die past maar net aan in die Comgro behuizing. En eigenlijk wil ik achter die laser nog minimaal een 2 tot 2,5 centimeter ruimte hebben, omdat ik daar wederom die aluminium extrusie wil aanbrengen waarin de camera komt te hangen. En die ruimte heb ik nodig en ik weet dat het heel krap is. Dus met andere woorden, ik moet heel goed gaan uitmeten over hoe we dit nou gaan doen. Ik heb alle spullen ervoor in huis, zover ik weet. En dus gaan we ermee beginnen zometeen. Eerst de omkasting aanbrengen met hoekhouders, zodat die omkasting altijd op dezelfde manier erin staat, zodat er eigenlijk niks kan bewegen. Dan het aanbrengen van de laser erin. Ook daarvoor moeten er pootjes vastgeboord worden en dergelijke. En noem maar op. Dat zijn dus ook weer speciaal 3D geprinte pootjes. Voor degene die dat overigens willen weten. Er is natuurlijk een hele grote bibliotheek, een wereldwijde bibliotheek van 3D geprinte zaken. Die bibliotheek is www.thingiverse.nl. Dus van niet universe, maar thingiverse. Dus dingiverse.nl. Thingiverse.com. Als je daar de naam van jouw laser in typt, bijvoorbeeld Sculpfin, Fun S9 of in dit geval Ortor Laser Master 3, dan zul je van allerlei dingen tegenkomen die daarvoor gemaakt zijn. Sommige dingen kan ik gelijk klassificeren als overbodig. Sommige dingen echter, zie ik het nut wel van in. Ik heb mijn razorpoten daar nog niet op staan. Die zou het wel best wel eens kunnen dat ik die wel ga plaatsen. Maar dat ga ik dan pas doen op het moment dat ik zeker weet dat ik er tevreden mee ben. Dat het niet wankel is en dat soort dingen meer. Waarom is die razor trouwens nodig? Even voor de duidelijkheid. Als je een rotary tool hebt, dus waarop je glazen kunt laseren en flessen en dat soort dingen meer. Dat is in het geval van de Ortor bijvoorbeeld de IRR 2.0, de Ortor rotary tool. Die heb ik en die is compatible met die Ortor Laser Master 3. Was ook compatible met mijn Laser Master 2. Rotary tool die heeft een bepaalde hoogte en als je daar glas of fles op legt wordt die nog hoger en dan zou de laser er simpelweg niet meer boven passen. Dus in feite moet de laser omhoog om ervoor te kunnen zorgen dat je die rotary tool kunt gebruiken. En dat is waarom ik razors gemaakt heb om dat te regelen. Even los van die razors, die ga ik natuurlijk niet gelijk plaatsen. Ik doe de voetjes plaatsen waarin de laser komt te staan. Ik ga wel kijken hoe het aanvoelt als ik die voeten daarin ga of die razors ga gebruiken. Maar ik ga hem weer terugzetten op de onderste plaats en ga ik er een raster laser. En dat raster is gewoon simpelweg blokjes van een centimeter bij een centimeter met de beide waarden ernaast. Zodat je heel simpel kunt herkennen van waar is nu het midden van het bed en dat soort dingen meer. Nou, wat daar dus voor belangrijk is, en dat heb ik bij die Ortor Laser Master 2 gemerkt, is dat dat bed ook werkelijk geen kant op kan. En dat is ook waarom ik zeg maar die pootjes op dat bed monteer, zodat in feite die laser geen kant op kan. Ja, misschien een halve millimeter, maar dat vind ik dan weer niet zo verschrikkelijk ernstig. Dat procedé gaan we vandaag zien. We gaan kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ik wens je alvast heel veel plezier bij het kijken. En wie weet tot een volgende keer alvast. Daar. Ik heb zojuist al de laser opgemeten. En het is nu tijd om de omkasting op te meten. En dan begin ik eigenlijk even aan de binnenkant, want dat ga ik vergelijken met die waardes van die laser. En die laser die is van voor naar achter 65,5 centimeter en dat is deze waarde. Ja?
Dus ik ga meten hoe groot is dat. En dat kan ik dan zeggen, dat is 66,5. Ik zei al, er zit maar heel weinig speling in. Maar misschien kan ik dat een heel klein beetje oprekken. Want ik hoef eigenlijk maar 1,5 centimeter meer te hebben. De breedte ook gelijk even doen. Die zit op 66 centimeter. Nou, hoe kan ik dat nou oprekken? Dat kan ik oprekken door, omdat het, zeg maar, die metalen daarin geschoven zijn, door dat een heel klein beetje uit elkaar te schuiven, zodat we iets meer ruimte krijgen. Dat ga ik proberen. Dus ik ga ietsjes, als het ware, ja, strakker maken, zeg maar. Daar komt het eigenlijk op neer. Even kijken of ik daar die 1,5 centimeter winst kan maken die ik nodig heb. Even weten hoe het nu is. Ja, ik zit nog steeds op die 66,5. Het heeft natuurlijk ook te maken met de achterzijde. Want anders zal ik bijvoorbeeld hier die achterste balk eruit moeten laten. Op zich kan dat, hoor. Dus op zich is dat mogelijk. Het is natuurlijk niet ideaal, natuurlijk. Ja. Maar kunnen doet het wel. Even kijken hoe het hier is. Even. Kijk, hier zit ik nu op 67. Hier nog niet. Dus aan deze kant zou nog wat winst te halen moeten zijn. Nu zit ik allebei de kant op 67. Oké. Dat is nog niet genoeg, hè? Want dan heb ik nog 1,5 centimeter tekort. Zeg ik 1,5? Ja, nou ja, een centimeter ongeveer heb ik tekort. Ja, wat is wijsheid nu? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Dat zei ik al, ik kan die balk eruit laten. Dit is de balk van de achterkant. En dat is waar het om gaat in dit geval. Want tussen de laser en deze achterzijde moet dus een 2x2 centimeter aluminium paaltje als het ware omhoog komen. In een van de vorige video's heb je gezien dat ik dat voor de Laser Master 2 diezelfde paal gebruikt heb. Nou, die moet daar omhoog worden gebracht. Ja, goeie. Ja. Hele goeie. Je kan natuurlijk ook dit kapot gaan knippen, maar dat gaan we liever niet doen. Dat vind ik niet zo'n goed idee. Ik zou het liefste, zeg maar, simpelweg zorgen dat die centimeter hier uitgehaald krijgt. Het kan natuurlijk ook, want de top, hoe diep is deze? Die is 1,5 centimeter. De laser die kan ook, zeg maar, hierachter vallen, waardoor die nog iets meer ruimte krijgt. Dus ik denk dat ik het zo ga laten. 67 bij 67 is die dan, als ik het goed heb. Ja, de binnenwaarde dan. 67. Ja, ongeveer 67. Nou, oké, dat is even de vraag hoe dit precies uit gaat pakken. Oké. Dat wetende gaan we de behuizing op de houten plaat plaatsen en gaan we markeringen aanbrengen waar mijn blokjes moeten komen. Ik heb van die blokjes gemaakt die de hoeken gaan markeren op die houten plaat en waar hij dan in komt te staan. Dat gaan we nu doen. En doe ik even off camera, laat je zo zien wat ik bedoelde. Ik heb de hoeken met name op de achterzijde heel zuiver afgetekend. Dus ik ga eerst de twee hoeken aanbrengen op de achterzijde. Vervolgens plaats ik de koomgrauwomkassing erin, ik draai het om. En ik ga de voorzijde aftekenen. Dat betekent dat ik gaatjes ga boren. En dat ik daarmee moet gaan zien dat ik de zaak gemonteerd krijg. Ik ga beginnen met twee van deze hoekjes aan de achterzijde te plaatsen.
Zo, de twee van de achterzijde zijn gemonteerd. Ik heb boven de schroeven nog een ringetje gedaan, want anders komt hij mogelijkerwijs aan de onderkant door de plaat. Hij voelt hem enigszins, mensen aan de ene kant, aan de andere kant niet, dat is wel apart. Maar goed, maakt niet uit. Nu ga ik de behuizing erop plaatsen en gaan we de andere kant aftekenen. Zo, en nu zijn alle pootjes aangebracht aan alle kanten. Hierdoor kan de behuizing eigenlijk geen kant op, niet links en niet rechts. Ja, het is een beweging omdat dit een soort van stof is. Maar zijn plaatsing is wel nu een vaststaand gebeuren. Tijd nu om deze eraf te halen en de laser te gaan plaatsen. Dus die ga ik er nu bij halen. Zo, dat is de laser op de plaat. Nog niet gemonteerd natuurlijk. Want nu is het zaak om eerst de omkasting er eens overheen te zetten om te kijken hoe het nu gaat uitkomen. En of ik dus aan de achterzijde, hier dus, voldoende ruimte overhoud om die extrusie van 2 bij 2 centimeter te plaatsen. En dan toch nog een heel klein beetje extra ruimte over te houden. Dat ga ik proberen. Dus ik ga de omkasting eroverheen plaatsen en kijken hoe het uitkomt. Hoe je het ook wendt of keert, de plaatsing van die aluminium extrusie hierachter gaat niet werken. Ik heb simpelweg niet genoeg ruimte. Alternatief is om hem aan de zijkant te plaatsen. Ja? Moet ik alleen zien dat ik deze aluminium strip overdwars geplaatst krijg. Maar dat zou waarschijnlijk wel moeten lukken. Ja, dat is dus eigenlijk de enige oplossing die ik daarvoor heb. We gaan beginnen met het vastzetten van de laser op de plaat. Daar gebruiken we deze voetjes voor. Waar ben ik hier? Nou, je ziet de gaatjes, dus er moet keurig uitgetekend worden van waar die komt te zitten. En dat ga ik nu doen. Zo, ik heb de voetjes eronder geplaatst. Hij staat nu ook precies op de plek waar ik hem wil hebben. En nu is het zaak dat ik zeg maar probeer met een potlood voorzichtig de contouren van die voetjes af te tekenen, zodat ik ze precies op de goede plek kan plaatsen. Dat is wat ik nu ga doen. Dus ik pak mijn potlood erbij en ik ga daaronder de contour aftekenen van die voetjes. Zo, de pootjes voor de laser zijn ook geplaatst. Nu gaan we kijken of die daarin past. En als die daarin past, ze zijn niet helemaal recht overigens. Dat is ook niet zo belangrijk in dit geval, want het gaat alleen maar om het rondje, zodat het pootje van de laser daarin past. En straks dat de laser hierbovenop past. Nou, we gaan eerst even kijken of de laser er zelf op past. En die staat zo vast als een huis. Dus dat is geen thema. Dat is verder goed. Nu gaan we de lasers erbij halen. De laser er even afhalen. Even kijken of de lasers passen. En of dan ook de laser erop staat en hoe goed die staat. Hier is zo'n laser. Aan de bovenkant komt de voet in. En aan de onderkant is dezelfde vorm. Ik weet niet of je dat zien kan. Het is zwart, het is een beetje lastig. Maar het is dezelfde vorm als het pootje heeft. En dan gaan we even kijken of dat nu allemaal past en hoe stevig die dan staat. Ja, en ik ben ervan overtuigd. De pootjes staan. Hij staat stevig en stabiel. Ja, natuurlijk, je kan hem vasttimmeren. Maar dit is een veel beter systeem dan dat ik ontworpen had voor de Ortho-Laser Master 2. Hiermee kunnen we eindelijk de plaat gaan plaatsen daar waar de laser thuis hoort, de laser daar te gaan plaatsen en de behuizing eromheen te gaan plaatsen. En dat gaan we dan ook nu doen. Ik ben zo bij je terug als ik dat gedaan heb. Oh, en de zaak staat nu op zijn plek. Vast. Vast. Luchtafvoer aangesloten. Verlichting aangesloten. Air assist aangesloten. Laser natuurlijk aangesloten. Het enige wat nog niet aangesloten is, maar dat kan ik nog niet, want ik heb nog niet alle onderdelen, is de camera. En die zal dus later nog gemonteerd moeten worden. En dat gaan we doen hier aan de zijkant. Dit is belangrijk. Waarom? Nu kan de laser geen kant meer op. We hebben gezien dat die pootjes, die razors, die helpen, die werken. Die ga ik ter download zetten op thingiverse.com. Ik zal een link plaatsen onder de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Wat ik nu ga doen, en dat ga ik je laten zien als het klaar is, nog heel even, is het raster laseren. Maar dat moet ik eerst even ontwerpen. En dan ga ik dat laseren. En als dat dan klaar is, dan laat ik nog een keer zien hoe dat eruit ziet. En dan zit het er voor deze video weer op.
Zometeen dus even die raster nog. En inmiddels is dus ook het raster gelezen, zoals je kan zien. Dat doet hij overigens beter als bij de Ortholaser Master 2. Die had 400 bij 430 en dan kon hij de buitenlijnen kon die niet laseren van het raster. Deze is 400 bij 400 en heeft keurig het hele raster getekend en gemaakt. Zodat we nu weten dat het centrumpunt daar ligt. Als we iets in het centrum willen plaatsen, is dat de plek. Ik hoop dat u deze video leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.